Hey, zo zit je alleen in de studio en zo zit je eens met drie man op de bank en ben je de beste plek kwijt. Fatah in de studio bij After School. Mannen, welkom. Wie is wie en wie doet wat? Wie doet wat? Wij zijn Fatah uit Deventer. Ik ben Louis Bordeaux. Ik maak beats samen met Wan. En ik doe de zang. Ik ben Ken Kerboes, ook van Fatah. En ik ben eigenlijk alleen MC. Ik ben Wan Tigger, MC producer. Alright. Nou mannen, welkom. De jeugd van tegenwoordig heeft zo'n verhaal dat ze elkaar hebben leren kennen bij de Idols audities. Jullie ook? X-Factor misschien? Waar hebben jullie elkaar opgeduikeld? Ja, we zijn bij elkaar geraapt door een label en allemaal... Nee, is helemaal niet waar. Nee, wij kennen elkaar van jongs af aan. We zijn gewoon vrienden, broers, bijna zo lang als wij elkaar kennen. En we hebben elkaar leren kennen eigenlijk een beetje door ook wel de muziek. Ja. Alright. Ja. En waarom hip-hop? Waarom niet gewoon leuk een koortje met z'n drieën? Moet je zeggen? Waarom hip-hop? Waarom niet een koortje met z'n drieën? Nou, eigenlijk, wij ambiëren natuurlijk wel het koorknaap dingetje. Imago natuurlijk. Imago. Ja, daar struikelen we keihard voor. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar hip-hop is waar wij mee zijn opgegroeid, weet je wel. Wat de mix is vooral tussen alle stijlen muziek waar we van houden. Alright. Mannen, jullie komen uit Deventer. In de buurt van Zwolle. Daar komt ook een heel groot hip-hop dingetje vandaan. Hoe kan het dat in dat deel van Nederland de beste hip-hop gemaakt wordt? Ja, ik denk dat daar de IJssel het land binnenkomt. Het zit in het water. En het zit daar gewoon in het water. Ik weet het niet. Ja. Hey, nou kennen we jullie van Geile Donder. Waar moet jullie prototype vriendin een beetje aan voldoen? Moet dat een Geile Donder zijn? Of moet ze gewoon lekker thuis wachten met het eten tot je thuis komt? Ik denk allebei wel gewoon. Als ik gewoon niet... dat klinkt natuurlijk... Ja, ze moet en natuurlijk heel lekker zijn. Ja. Want je wilde wel mee gewoon door de straat durven lopen. Mensen moeten er wel gewoon beetje jaloers op kunnen worden. Precies, dat mag best. Is er een geile donder in jullie leven of niet? Deze is wel goed voor Terry, denk ik. Paas hem door. Ja, natuurlijk is er een geile donder in ons leven. Maar ik heb een vaste vriendin. Alright. En Louis ook, alleen er zit een single naast me. Nou... Wil je je moment nog pakken? Ik ben dus de enige zonder de geile donder. We hebben allebei al vaste geile donder. Ik ook niet. Maar is dat niet moeilijk? Je zal die vraag wel vaker krijgen. Maar is dat niet moeilijk met die groepjes op de eerste rij bij een optreden? Dat je vriendin dan zegt van wanneer kom je naar huis? Nee, ik heb daar echt totaal geen probleem mee. En zij ook niet. Alright, nou, tof. En een van de Twittervragen die net binnenkwamen was of jullie nou zelf op vakantie gaan straks. En ergens op een tropisch strand gaan liggen bruinbakken. Of dat het nu inderdaad gewoon boekingen harken is en het hele land door crossen. Ja, het is vooral dat laatste. Het is vooral gewoon laatste. Echt keihard gewoon pakken overal wat je pakken langs kan. Gaan, pakken wat we pakken kunnen, fietsen het hele land door. En dat is het vooral. En hopelijk halen we nog een lekker vakantietje eruit natuurlijk. Ja, die moet je nu bij elkaar sparen. Ja, die moeten natuurlijk. We zijn nu aan het sparen. Heb je een beetje je agenda in je hoofd zitten? Of is dat jullie worden gebeld 's ochtends vroeg, jongens, je moet om 7 uur 's avonds daar zijn en zorg maar dat je er komt? Ja, ook weer dat. Mannen, nog even één ding over Geile Donder, jullie doorbraakplaat. Topplaat overigens, maar is het een beetje autobiografisch? Is het echt gebeurd? Is het een van jullie overkomen, het meisje in kwestie? Ja, het verhaal is wel echt gebeurd, ja. Nou, vertel eens. Hoe heet ze? Waar woont ze? Wat is de Facebook? Ja, goed. Nee, dat gaan we niet zeggen. Zonde. Jammer. Zonde. Maar het is echt voorgevallen? Nee, tuurlijk. Dat is echt gebeurd, ja. Alright. Is al jullie muziek autobiografisch? Ik kan zeggen van wel. Ik denk dat het album best wel autobiografisch is. Top. Ja. Moeilijke woorden allemaal. Ja, dat is een driedubbele woordwaarde. Het is allemaal echt gebeurd. Echt gebeurd.